Hallo mensen en welkom weer bij een kiddo. Dit is al de derde of de vierde keer dat ik dit begon op te nemen. Welkom weer terug. Een paar dingen die ik ga uitleggen. Je vraagt je misschien af, what the heck, wat is dit weer voor video? Dat soort meer vragen. Waarom heb ik je niet gemist? Waarschijnlijk omdat ik niet je favoriete YouTuber ben, niet de beste kwaliteit heb, of niet over nuttige dingen praat. Geen pranks, geen neppe pranks, geen echte pranks, helemaal niks. Een hoop andere intro's die ik allemaal bedacht had in mijn hoofd, maar uiteindelijk niet tot werking zijn gekomen, wegens vele andere fouten in mijn leven. Eén waarvan je nu het effect voelt. Het heerlijke effect wat ik noem. Ik heb geen idee waarom het niet werkt. Gauw, terwijl ik bezig ben met deze leuke video, ga ik aankloten met dit gedoetje. Waarschijnlijk omdat... Kijk, ik heb geen idee waarom, maar ik had het gevoel van, hey, dit moet wel werken. En laten we hopen dat het ook een beetje werkt. Anders ga ik nu echt huilen voor de 1000ste keer. Wow, oh yeah. Huilen is niet een van de dingen die ik niet vaak doe in mijn video's. Je zult me vast vaker zien huilen als je nieuw bent. En je gaat waarschijnlijk ook wel huilen als je mij hoort, ziet, poep praten. Welkom in ieder geval als je nieuw bent. Ik snap niet hoe je hier gekomen bent. Maar het is interessant. Geniet ervan openlijk. Wow, dat is slecht. Dan vraag je af van... Wat heb je te bieden als YouTuber? En dan kan ik je vertellen... Niks. Ik ben behoorlijk ziek trouwens, mocht je het interessant vinden. Maar wat heb ik te bieden? Vrij weinig. Ik verveel me eigenlijk. Ik dacht bij mezelf van... Hey, weet je wat? Ik kan ook filmpjes maken. Nou, dat was 3 jaar geleden of zo. Nu ben ik gestopt met het kanaal en besefte ik me, in één keer, na een hele, hele diepe, intelligente video van Rick van Super Gameplay, hey, weet je wat, ik moet weer beginnen met mijn kanaal. We maken het gewoon lekker slecht zoals het is, zoals het hoort. Genieten, want het moet niet al te moeilijk zijn en je moet niet al te moeilijk doen. Je moet niet over kwaliteit verwachten. Ik heb trouwens ook een ander kanaal, ik ga het niet benoemen, ja... Je mag naar kijken, Fluffy Muggeland. Waarschijnlijk interesseert het niemand iets, maar het gaat over anime's en manga's en ik review ze een beetje. Totdat ik op een moment dacht van, weet je wat, na die video, ik moet gewoon weer iets met mijn kanaal doen. Dat had ik al eerder. Nu denk ik van, laten we ook nog echt... Oh, shoot. Check die skills. En toen dacht ik bij mezelf van, weet je wat, we moeten er iets mee doen. Ik vind gamen vind ik wel leuk. Ik hou niet van... Continu gamen, maar we zien wel even hoe lang dit vooral. Ik kan er best wel lang over praten. Ik praat over nutteloze dingen. Paar tips. Verwacht niet dat je slimmer wordt van kijken van mijn video's. Of jij doet iets fout, of ik doe iets fout als jij slimmer wordt. Leren moet je maar op school doen. Bij mij moet je gewoon... ik weet niet wat je bij mij moet doen. Of wat je bij mij überhaupt doet hier. Maar ik hoop dat je geniet en plazant, amai. Ik ben geen Belg trouwens, moet je dat denken. Moet je denken van, wow, je praat wel heel mooi Belgs. Nee, Vlaams. Nee, dat doe ik niet. Heb ik nog interessante dingen te vertellen? Eigenlijk niet, dus ik zou maar over andere onzinnige dingen heen praten. Oh. Ken je dat effect dat je dingen in je... Ik zit er nou laatst, zat ik ermee. Ik was ergens bezig met verhuizen en ik zat bij mezelf zo van, weet je wat... Dit kan handig zijn. Ik stop het in mijn zak. Neem ik het mee naar beneden. Hoef ik het niet in mijn handen vast te houden. 3 dagen later kwam erachter van... Hey, wat heb ik in mijn zak zitten? Oh ja. Dus moest ik er helemaal naartoe fietsen. Behoorlijk interessant. Maar niet juist. Echt niet interessant. Verder is het best wel vermakelijk. Oh ja, zal ik even vertellen over de mooie, glorierijke doelen die ik heb in mijn leven. In verband met mijn kanaal. Vrij weinig. Ik wil de lat niet te hoog leggen. Dus... Ik ga niet zeggen 1 video per dag, 1 video per week, 1 video per jaar, 1 keer in het millennium. Ja, dat heb ik al gehaald, dus jammer. Maar wat ik wel wil zeggen is... balen. Dat is zonde, beleven. Oké. Wat ik wel wil zeggen is, ik wil wel wat meer moeite doen om wat video's te maken... Ondertussen dat ik bezig ben met mijn andere kanaal, heb ik best wel tijd. En denk van, hey, ik kan er af en toe wel een leuke video doorheen gooien. En het is niet alsof ik ooit in mijn video's over iets heel nuttigs heb gesproken. Dus waarom zou ik nou dan wel beginnen met nuttige dingen vertellen?
Dus we gaan gewoon lekker over alle andere onzinnige dingen praten in mijn leven. In mijn fantasie, in mijn hoofdje. Je ziet het al aan de mooie banner. Je denkt van, oh, kwaliteit. Je hoeft er niet dat kreugelheid bij te maken of zo. Het was meer zo passie. Ik had zo'n gevoel van, oh, ik heb honger. Amai. Oh. Daar had ik niet zien aankomen. Hier, in IJs Gang. En ik weet, ik ben misschien gewoon fijn. Mocht je zo'n trouwe volger zijn dat je denkt van, wow, met even je had in een vorige serie, had je de game uitgespeeld? Ja, dat klopt. Ik heb geen idee wat ik ermee gedaan heb. Waarschijnlijk heb ik het gewoon verwijderd op mijn bureaublad weggehaald. Want ik dacht bij mezelf van, ja, hey, waarom zou ik dit nog bewaren? Alsof ik ooit nog daar verder mee ga. Ja, hey. Vriend vanuit het verleden, ik ben verder gegaan. What up? Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. En hoop onzin verteld. Ik wil zeggen van kijk iedere dag. Ik weet het niet. Hou het gewoon in de gaten. Je hebt zo'n belletje. Dan kun je daar aanklikken. Volgens mij. Dan krijg je altijd een update wanneer ik een video maak. Dat is niet zo vaak. Dus dan kun je jezelf riskeren. Het is niet alsof ik een week 100 video's op een dag volpomp. En dat je een subscribe list vol staat met vage video's van mij die lijken spellen speel. Nee, dat is niet het geval. Abonneer, dan kan ook daar in die hoek of zo. Hier onder. Ja, dat is alles deel met mensen die het leuk vinden. Ook nutteloos geen tijd hebben in hun leven. Bezig zijn met hun examens en denken van, ah, ik moet wat doen met mijn leven. Kijk deze video, deel het met hen. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben. Tot de volgende keer.